Welkom allemaal. Welkom in de Kleine Comedie. Mijn naam is Jurgen Tjonnefong en ik ben de directeur van deze mooie plek. Welkom bij de staat van het theater, het begin van het Nederlands Theaterfestival. En tot mijn grote plezier mag ik jullie hier voor de tweede keer ontvangen in de Kleine Comedie om naar de staat van theater te luisteren. Deze ontvangst staat voor een hele fijne samenwerking tussen onder andere de Kleine Comedie en het theater, Nederlands Theaterfestival, waarbij ik de doelstellingen van directeur Tobias Kokkelmans helemaal kan onderschrijven, dat theater aan verandering onderhevig is, dat het gaat over ontschotting en dat verschillende genres elkaar kunnen raken, ook in het festival. Des te blijer ben ik dat onze samenwerking dit jaar geïntensiveerd is en we dit festival ook de collectie van de Comedie mogen presenteren. De meest interessante cabaretvoorstellingen die een mooi palet geven binnen de ontwikkelingen die de afgelopen jaren in cabaret hebben plaatsgevonden. Nina de la Parra opent vanavond de cabaretcollectie hier in dit theater. Mochten jullie nog geen plannen hebben, wees welkom, want het is een indrukwekkend mooie voorstelling. Natuurlijk is er veel meer te zeggen, maar ik zal weinig tijd opnemen, want we hebben een mooi en vol programma. Zo direct gaan we natuurlijk luisteren naar Erik de Vroet. Maar graag eerst een warm applaus voor Tobias Kokkelmans en Farnoush Farnia. Wauw. Ja. Hallo allemaal. Welkom op het Nederlands Theaterfestival 2023. Farnoush, daar staan we weer, net als vorig jaar, naast elkaar, hier in de mooie Kleine Comedie, aan de start van twee festivals. Want ook Amsterdam Fringe heeft vandaag een vlammende start. Jazeker. Fijn om dit samen te doen. En welkom allemaal. Ik begin een beetje aan jullie te wennen. En terwijl wij hier staan, is de eerste Fringe-maker op dit moment in Podium Mozaïek aan het opwarmen. Want volgens mij begint hij over 40 minuten. Die voorstelling gaan we allemaal missen, maar jullie hebben nog 230 voorstellingen van ons te goed de komende 11 dagen. Vorig jaar vertelden we dat beide festivals nauw met elkaar zijn gaan optrekken. Om schotten tussen werelden weg te nemen. Om hiërarchieën te doorbreken. Om elkaar spiegel en geweten te zijn. En op zoek te gaan naar zichtbaarheid, ruimte en agency voor makers en toeschouwers dwars door generaties en achtergronden. We hebben al een aantal stappen kunnen zetten sinds de vorige keer dat we hier stonden in onze blauwe pakjes. Denk bijvoorbeeld aan zorgen voor meer ontmoetingen tussen verschillende generaties van makers. Residenties van artiesten in en uit onze buurtlanden. Plek maken voor nieuwe recensenten van kleur die ook echt ander werk kunnen gaan recenseren voor de krant. Een samenwerking met fringemakers in het NTF Professionals programma. Ruimte maken voor nieuwe perspectieven in gesprekken. En samen de eerste stappen zetten voor een toegankelijkheidsbeleid voor allebei onze festivals. En tot slot gesprekken initiëren over opvolgingsbeleid en macht. We hebben nog veel te doen, dat weten we. Maar de eerste stappen zijn in ieder geval gezet. En nu zijn we hier aan de start van een festival dat een plek van samenkomst wil zijn. Dat volop in beweging is. Dat een veelzijdiger en meerstemmiger jury-based programma nastreeft. Dat geen eindstation is, maar een doorgeefluik. In samenwerking met podia en media in het hele land. Dat met partners dwars door het land, van Groningen en Zeeland tot Limburg, zoekt naar een nieuwe, een andere balans. Dat de banden met Theaterfestival Vlaanderen hecht aanhaalt, dat kortom zichzelf in vraag blijft stellen door te decoloniseren, deinstitutionaliseren, te decentraliseren. We hebben nog veel te doen, maar de eerste stappen zijn alvast gezet. Last but not least, een scoop. Trots mag ik zeggen dat een van onze hechte partners, de VSCD, ook volop durft te bewegen. En daarmee ook de VSCD toneelprijzen.
Dit is het laatste jaar dat die in de huidige vorm worden uitgereikt. Ze worden daarna gender-inclusiever, met meer oog voor meer mensen. Yes. Hoe wordt vervolgd na het festival? Hey, maar eerst de opening van onze festivals. Samen met jullie allemaal. Bezoekers en collega's. Theatermakers en theaterwerkers. Fondsen en financiers die ons verhaal vleugels geven. Alle partners in Amsterdam, maar ook echt ver, ver daarbuiten. Maar liefst 7 juries, kriskras door allerlei genres en tradities. En ook echt wel onze fantastische festivalteams. Geef hen een applaus. Ja. Grote dank aan voor jullie allemaal. Dank. Oké. Without further ado. Hier is degene op wie jullie gewacht hebben. Die met de staat van het theater het festival zal openen. Erik de Vroet. Goedemiddag. Soms moet je iets heel anders doen dan je van plan was. Soms gebeurt er iets dat je op een totaal ander spoor zet. Dat je dichter bij jezelf brengt misschien. Of bij de waarheid. Een explosie in je hoofd. Een flits van een inzicht. Oké, een minuut later alweer verkruimeld, maar toch. Dat moment was er. Het moment dat ik 's ochtends vroeg door de Amsterdamse straten fietste naar de repetities in de sloot. En ik onverwachts in mijn hart werd getroffen door een liedje dat ik hoorde op mijn koptelefoon. Was het moeheid, sentiment, aanstellerij? Waarom stroomde ineens de tranen over mijn wangen? Was het nostalgie, banale herkenning van een vergeten melodietje? Waarom zinderde mijn lijf ineens van opwinding op die grijze donderdagochtend? Waarom kon ik niet stoppen met janken en lachen tegelijkertijd? Het liefst had ik het verkeer op het Hugo de Grootplein stilgezet en was ik ter plekke met alle automobilisten en fietsers gaan dansen. Maar in plaats van deze goedkope La La Land fantasie, ik heb altijd in musicals willen leven, zette ik mijn fiets aan de kant en sprak een voice memo in. En dit was de eerste zin. Soms raakt iets midden in je hart en kan je niet anders dan daarover spreken. Hoe graag ik het ook anders wilde, u heeft de aankondiging misschien gelezen. Ik zou hier gaan spreken over het prachtige, meeslepende en urgente theater dat in dit land wordt gemaakt. En zelfs nadat een achtenswaardig dramateur op theaterkrant dat voornemen uitgebreid had bekritiseerd als veilig en gewelddadig, leek me dat een heel goed idee. Ik wilde u namelijk absoluut niet laten vertellen wat er allemaal misgaat in onze sector. De afgelopen maanden heb ik de staten van mijn 41 voorgangers doorgeploegd. En tot mijn schrik moest ik constateren dat van al die hemelbestormende intenties en voorstellen niet heel veel is gerealiseerd. Spreek je utopische ideeën uit voor een zaal vol eigenwijze theatermakers, studenten en journalisten, en je weet zeker dat je voorstellen binnen de kortste keren voormalig geperverteerd of platgeluld zijn. Ik wilde voor één keer niemand de maat nemen. Niet weer de bedweter uithangen. We barsten in deze sector van de zelfkritiek, op het zelfkastijdende af. Die wonden hoefde ik niet nog eens open te peuren. Dus geen klaagzang over de enorme versplintering in onze sector. Afgelopen jaar 1420 premières.
Niet zeuren over al die schouwburgen die onder water staan. Een land vol peperdure theatergebouwen, maar amper budget voor serieuze programmering. Geen betoog over het schandaal van de sluipende bezuiniging. Hashtag ravijnjaar. Nee, een staat van het theater moest groter zijn dan dat. Na 41 klaagzangen en goede voornemens wilde ik voor de veranderingen eens de loftrompet steken. Het had misschien iets te maken met mijn reis naar Indonesië deze zomer. In een land zonder FPK, BIS, OEROL of theatereducatie voor peuters werd ik vooral heel bescheiden. 16.000 kilometer verderop kon ik mijn irritatie en onrust, mijn ambitie en concurrentiedrang even achter me laten en zag ik vooral de intense rijkdom van ons theaterlandschap. En kon ik eigenlijk alleen maar trots zijn op deze sector, op mijn collega's, op hun werk. Ver van het dagelijks gedoe bleef vooral de theaterliefhebber, de fan, de fanaat, de verliefde groupie over, die ik in mijn hele leven al ben. Van de eerste voorstelling die ik op mijn zesde zag, Hey, wil je met me lopen van jeugdtheater Wiedes? Tot de laatste die ik zag voor vertrek naar Indonesië, Tijd zal ons leren, van Romana Vrede. En daartussen een gigantisch berglandschap met spectaculaire toppen. Oh, wat heb ik mij gelaafd aan prachtig werk van Dirk Tange, Geert-Jan Reinders, Luc Perceval, Discordia, Jan Ritsema, Cas en de Wolf, Ivo van Hoven, Ola Mafalani, De Mug, Erik Wien, Daria Boekfiets, Eline Arbo, Saman Amini, Club Lam. En wat heb ik mij soms kapot geërgerd aan precies hetzelfde rijtje. We praten in deze sector veel te weinig over onze diepe liefde, over onze passie voor theater, over het intense geluk dat een belangrijke voorstelling ons schenken kan. En daarom wilde ik het doen. Maar soms gebeurt er iets en wordt alles anders. Er was een liedje op een donderdagochtend, een flits, een ontploffing in mijn hart, de neiging op straat te gaan dansen. Het begin van een inzicht, reeds verkruimeld. In mijn oren elektronische gamelanklanken. Gamelan, zegt mijn moeder. Gamelanklanken. Opbouwende spanning. Tromgeroffel. Bijna goedkope effecten. Na 46 seconden breekt het nummer los en lijken we beland in de jaren 80. Europese gitaarrock. Op de 56 seconden zet bijna geknepen, verwrongen zang in. Een stem uit een vorig leven. Je kan de woorden niet verstaan. Gitaarrock wordt iets van reggae. Kronjong? En een uur later weet je het zeker. Deze woorden komen van de archipel. Flarde herkenning dankzij je Duolingo-cursus Bahasa Indonesia. Maar in je oren vliegt de muziek kriskras de hele wereld over. Van Amsterdam naar Denpasar, van Hongkong naar Kingston Town en via Lissabon weer terug. Nusantara Beat, onthoud die naam, is een jonge Amsterdamse formatie die bestaat uit 6 muzikanten met Indonesische roots. De muzikanten hebben in verschillende groepen gespeeld en succes gehad, maar in de coronaperiode hebben ze elkaar opgezocht en zijn ze op basis van muziek uit Indonesië nieuwe muziek gaan maken. Het nummer Janger is een moderne cover van een Balinees volksliedje dat ook terugkomt in de Janger-dans, een van de populairste Balinese dansen. Janger betekent grofweg verliefdheid, in de zin van smoorverliefd. De dansvoorstelling werd begin jaren 30 gecreëerd, midden in de laatste heftige fase van de koloniale periode. Voor de helderheid, na 5 maanden Duolingo kan ik 3 sinaasappelen bestellen en vertellen dat de vrouw van mijn neef zwanger is, maar dit eenvoudige liefdesliedje verstond ik niet. Maar wat raakte mij dan zo? Terwijl ik op straat die voice memo insprak, realiseerde ik me wat voor intense week het was geweest. En dat ik zeker te laat op mijn repetitie ging komen. 2 dagen eerder had ik Archipelago gezien. De voorstelling die regisseur Jeremijn van Kempen en schrijver Melisse Knollenburg bij het Nationale Theater maakten in het kader van de Indië-herdenking. Die dinsdag werd herdacht dat 78 jaar geleden een einde kwam aan de Japanse bezetting van wat toen nog Nederlands-Indië heette en wereldwijd een einde aan de Tweede Wereldoorlog. In 1,5 dag hadden Jeremijn en de acteurs, Esther Scheldwacht en haar zoons Moos en Billy de Wallen, een leesvoorstelling in elkaar geknald op basis van de sterke tekst van Knollenburg.
Een voorstelling over de zoektocht van de Indische Milan naar het pijnlijke verhaal van zijn altijd zwijgende opa Aya. Over de complexe relatie tussen deze Milan en zijn moeder Mira, die haar vader Aya nooit naar zijn kamp verleden en zijn spoorloos verdwenen Indonesische moeder had gevraagd. De voorstelling was een tastende zoektocht naar een veel te vage, ongrijpbare geschiedenis. Het resultaat niet minder dan een klein wonder. De tekst wemelde van de precieze zinnetjes die de vele Indo's en niet-Indo's in de zaal direct in het hart raakten. Citaat. Waarom heb je hem nooit gevraagd naar een stamboom? Dat heb ik wel. Hij gaf alleen wat losse namen. Losse namen, welke namen? Ik heb het niet opgeschreven. Hoezo heb je niets opgeschreven? Ik weet het niet. Elke vraag die je stelt heeft hetzelfde antwoord, Milan. Ik weet het niet. Het was alsof ik mijn moeder hoorde spreken. We weten nog veel te weinig van wat er in de Nederlandse kolonies is gebeurd. Hoe het dagelijks leven eruit zag. Hoe pioniersdrang en avonturisme leidden tot uitbuiting en onderdrukking. Hoe segregatie, oorlog en vlucht zwarte gaten sloegen in hele stambomen. We zijn nog maar net begonnen de eerlijke verhalen daarover te vertellen. De voorstelling toonde wat theater kan doen. Woorden geven aan een niet geformuleerde geschiedenis. Geen wetenschappelijke, maar poëtische woorden. Geen feitelijk chronologisch verhaal, maar een poëtische vertelling vol associaties, schrapjes, kleine verwijzingen, gedrag, schijnbare stereotyperingen. Nu moet je echt iets eten. Ja, maar. Via de verbeelding werd een vergeten geschiedenis tot leven gewekt. En kregen zelfs de Indonesische voorouders een stem, alsof het op toneel de doden tot leven werden geroepen. En in een ademtocht kreeg hun geschiedenis heel even betekenis. Het is gezien. Het is niet onopgemerkt gebleven. In die ene scène met die paar zinnen, dat specifieke licht, die flarde muziek, met die perfecte intonatie, kreeg de historische mist eventjes vorm. En was betekenis daar. Catharsis. Een magisch moment waarin ik even het lot van de Indo helemaal snapte. Alsof ik het kon vastpakken. En alsof ik ook mijn buurvrouw kon vastpakken. Want ik wist zeker, al die mensen in die zaal deelden die ontroering heel eventjes. Waren op die dinsdagmiddag in de Koninklijke Schouwburg één hoofd, één lichaam. Dat intens bezwangerd was door een poëtische waarheid. Hoe vaak raak je door het jaar niet kwijt waarom je het allemaal doet? We hollen van productie naar productie, van tekort naar tekort. Van relletje naar relletje, van sterrensucces naar sterrensucces. Maar bij mijn eerste voorstelling na de zomer ervoer ik ineens weer waarom ik dit verslavende vak al 30 jaar uitoefen. Maar het was meer dan dat. Hier vond een verstomde stem haar woorden terug. Kreeg een niet gehoord verhaal eindelijk ruimte. En was er een gemeenschap samen die zich erkend voelde door dat verhaal. Of die zich dankzij dat verhaal eindelijk gemeenschap kon voelen. Heel eventjes maar, in die donkere zaal. Want na het applaus kwamen de beschouwingen weer, de interpretaties. En dan ploft zo'n gemeenschap midden in je gezicht. En lijkt je catharsis inzicht een sentimentele platitude. Maar toen ik dus 2 dagen later op de fiets dat nummer van Nusantara Beat hoorde, zette de catharsis zich in volle hevigheid door. Weer was ik getuige van een zoektocht naar die paradoxale geschiedenis. Weer slaagden jonge Indo's en Indonesiërs erin de verstomde stemmen opnieuw te doen klinken. In opwindende kunst die veel spannender was dan de doorgaans brave Indische, Nederlands-Indische kunst van de afgelopen decennia. Pas op, hier spreekt mijn moeder. Via mij. Ik laat er even aan het woord. Ja, dat gedoe met tante Lien, met die rare accentjes. Dat kinderlijke, dat quasi-onschuldige, dat eeuwig nostalgische over die verwende types die verlangen naar de tijd dat ze nog baboes hadden. Mijn moeder, een groot kunstliefhebber, had ook staan swingen op Nusantara Beat. Dit waren muzikanten die weliswaar gebruik maakten van de geschiedenis, sterker een Balinees wijsje, schaamteloos toe-eigende, maar deze subliem vermengde met de klanken van Indonesische pop uit de jaren 70, nog een ongegeneerde toe-eigening, en een totaal nieuw geluidssmede voor de 21ste eeuw.
muziek voor superdiverse Aziatische apocalyptische tijden. Nieuwe verhalen vertellen met verloren gewaande stemmen. In zijn boek The Nutmeg's Curse betoogt de Amerikaanse Indiase schrijver Amitav Ghosh dat dat precies de taak is in deze tijd van planetaire crisis. Een stem geven aan al die mensen, dieren, planten, gronden en geesten die door het kapitalistisch koloniale project in de afgelopen eeuwen monddood zijn gemaakt en tot grondstof zijn gereduceerd. In zijn boek verbindt hij op sublieme wijze het identiteitsdebat met de klimaatcrisis en de belangrijke rol die kunst kan spelen. Hoe in de kunst te reageren op de dreigende ondergang van de wereld. Wat Ghosh betreft niet met nog meer debat, met science fiction of met dystopische toekomstvisioenen. Onze klimaatcrisis is al decennia, zo niet al eeuwen bezig en heeft talloze levens en landschappen al ernstig ontwricht. Vertel de verhalen van boerenfamilies die hun land zien verdrogen, betoogt Ghosh. Of van klimaatvluchtelingen uit het Midden-Oosten. De verhalen van de Sami in Lapland of van de inwoners van het zinkende eiland Tuvalu. Maar Ghosh trekt het breder. Wordt het niet eens tijd om ook de bomen een stem te geven? De vogels die steeds verder moeten vliegen. De stille krachten die zich roeren in tornado's en vulkanen. Onze dode voorouders. Ghosh bedoelt dat niet ludiek. Op zijn wereldwijde rooftocht reduceert het kapitalisme permanent alles en iedereen tot verhandelbaar product. En ontneemt het zijn rechten, zijn waarden, zijn stem. We moeten weer leren luisteren. Ook naar de dieren. De planten, de geesten, de gronden. Er schuilt zoveel intelligentie in de wereld om ons heen en we zijn het luisteren verleerd. It's essential now, as the prospect of planetary catastrophe comes even closer, that those non-human voices be restored to our stories. The fate of all humans and all our relatives depends on it. Hier in de Kleine Komedie, bij de opening van het theaterfestival, klinkt dat vooral misschien best geinig. Aha, Erik de Vroet kondigt aan dat hij voorstellingen gaat maken over vissen. Op hoop van zegen, maar dan vanuit het perspectief van de vis. Of over boomknuffelaars, kippen. Of oh my god, gaat die boomers de stille kracht van Couperus nog eens regisseren? U zit er niet ver naast. Want op mijn reis naar Indonesië deze zomer was ik inderdaad omringd door verstomde stemmen, monddoodgemaakte subjecten en werd ik gedwongen naar ze te luisteren. Op een dag was er een bril die ik in Jakarta op straat vond, naast een door Nederlanders gebouwde kerk. En de bril bracht me in gesprek met een vrouw die de dominee van de kerk bleek. Maar ze kwam van de Molukken, 3000 kilometer verderop. En die dominee had een zus die nog woonde op Ambon. Ambon, het eiland waar Abigail Jacoba Limba, mijn Molukse overgrootmoeder, 143 jaar geleden werd geboren. Midden in ons gesprek ging de dominee haar zus op Ambon facetimen. En die stokoude vrouw kon mij precies vertellen uit welke wijk mijn overgrootmoeder kwam. Rumatiga, Ambon Kota. Zonder die bril op straat, dominee Ellie de Bel en haar stokoude zus op FaceTime, had ik mijn familie op de Molukken nooit gevonden. Sterker, niet eens geweten dat die nog bestond. Ik ging naar Ambon en Boeroe en door toeval op toeval, geluk op geluk, vond ik talloze familieleden terug. Binnen 72 uur had ik er 30 achterneven nichten bij. Toeval. Geluk. Aan deze kant van de aarde kan ik het niet anders dan zo zien. Maar in Indonesië leek het soms alsof mijn familie mij vond. Alsof eerst een mysterieuze bril, dan weer een bloem, de geur van kayaputi-olie of een wel heel toevallige passant mij meevoerde op een zoektocht
die ik niet stuurde, maar die mij leidde. Hoe graag ik mij ook wegwijs liet maken door mijn Lonely Planet en de boeken van mijn oud-tante Beth Fuik. In Indonesië leken soms andere krachten mijn gids te zijn. Doorgaans ben ik veel te nuchter voor dat soort dingen. Maar hoe kon ik verklaren dat een boek van Beth Fuik in mijn hotelkamer in rook leek te zijn opgegaan, precies op het eiland waar ze het 85 jaar geleden schreef? Waarom klonk in dat restaurant het onbekende liedje dat werd gedraaid bij mijn oma's crematie precies op het moment dat ik intens aan haar dacht? Waren dit de stille krachten die mijn familie 100 jaar geleden verjoegen van het eiland Buru? Zijn dit de non-human voices van Amitav Ghosh? Of maakte mijn brein overuren? En was dit het lot van de Indo, van de mensen van gemengde afkomst? Met je nuchtere, half-Hollandse kop sta je ineens midden in de jungle. Je snapt de geluiden, de gezichten, de kampongstraars en de kleren zo niet. En dus laaf je je aan exotisme. En om je angst voor het vreemde te bezweren, noem je het allemaal maar Oosterse mystiek. Als ik me de afgelopen jaren ergens bewust van werd, is het wel de ongemakkelijke tussenpositie die de Indo's in de geschiedenis altijd hebben bekleed. In de kolonie en daarna tijdens bezetting, revolutie, oorlog en vlucht. Altijd zaten zij als gemengbloedigen ingeklemd tussen de Nederlandse bovenlaag en de Indonesische massa. Tussen spierwit en donkerbruin, tussen verlichting en mystiek. Van beide werelden even vervreemd. In Nederlandse ogen onbetrouwbare tussenmensen, in Indonesische ogen halve collaborateurs. Door beide groepen niet voor vol aangezien. Soms uitgekotst, vaak genegeerd. Misschien was dat wel wat ik op die donderdagochtend allemaal in het liedje van Nusantara Beat dacht te horen. Of die dinsdagmiddag in de Schouwburg had gevoeld. Paradoxale geschiedenissen. Stamelende voorouders. Niet-menselijke stemmen die dringend gehoord willen worden. Het festival dat wij hier vandaag openen wemelt van de verstomde stemmen die opnieuw leren spreken. Ik hoorde ze bij de Story of Travis van Theater Rotterdam. Bij de Jaren van Eline Arbo. Bij Ik zeg toch sorry van Remy Sambo. Bij Saman Amini's integratieplan. Bij Queer Planet van Noah Fisher. Dat is de staat van het theater van 2023. Theater als emancipatiemachine. Als tijd en ruimte voor geschiedenissen waar veel te weinig woorden aan zijn besteed. Een podium voor hoognodige erkenning. Voor het brouwen van gemeenschappen. Gemeenschappen die doorgaans als loszand aan elkaar hangen. Een en al tegenstellingen zijn. Indo's onder elkaar, het is verschrikkelijk. Maar door theater, door de live gebeurtenis en het samen zijn even hun kinderzinnen kunnen laten varen. En samen kunnen verwijlen in hun lot. Hun verbondenheid. Hun bloedband des doods. En precies daar wordt het soms een beetje eng. Het is mijn moeder weer die spreekt. Als een echte naoorlogse 20e eeuw had mijn moeder nogal een afkeer van groepen. Van de Indische gemeenschap hield zij zich ver. Vreselijk dat slome Indische gedoe. Op de boot van Indonesië naar Nederland sneed zij alle banden met haar geboorteland door. En haar hele verre leven stond in het kader van een streven nog Nederlandser dan de Nederlanders te zijn. Wat voor haar betekende een modern, rationeel individu dat zich heeft losgemaakt van benauwende groepsverbanden of tradities. En zeker tot de eeuwwisseling was dit ook de dominante maatschappelijke ideologie, ook in de kunsten. Hoezo familiebanden, tradities, voorouders en gemeenschapsvorming? Het ging over bevrijding, autonomie. Gemeenschappen zouden uiteindelijk altijd tot Auschwitz leiden. En dus was, zeker in de kunsten, elk groepsgevoel hoogst verdacht. Elke traditie taboe. Mijn moeder zou hebben staan dansen op Nusantara Beat, maar flink de kriebels hebben gekregen van al die identiteitsvoorstellingen van tegenwoordig. Zoals ze in haar eigen voorstelling zijn, ik weiger me te laten vastpinnen door de identiteitsmafia van tegenwoordig. Zij was niet Indisch, nee. Zij was West Side Story en Nat King Cole, Carson McCullers en Dylan Thomas, het Rotterdams Filmfestival en de boekenbijlaag van NRC.
Ik moest mijn moeder een beetje gelijk geven. Toen ik in diezelfde week dat ik Archipelago zag en Nusantara Beat ontdekte, op social media door mijn eigen gemeenschap door het slijk werd gehaald. Die dinsdagavond was ik bij een televisieprogramma op NPO 1 te gast, voorafgaand aan de officiële herdenking bij het Indiëmonument in Den Haag. Op primetime had ik de Nederlandse militair Raymond Westerling een oorlogsmisdadiger genoemd. En Femke Halsma, gelijk gegeven, weg te blijven bij de extreemrechtse Indië-herdenking op de Dam, waar aan deze Westerling eer werd betoond. En dat was vloeken in de Indische kerk. Citaat. Een dolksteek voor de Indische gemeenschap. Deze ADHD-no-no heeft geen idee waar hij over spreekt. Het lijkt wel de spreekpop van Bibi Suryadi. Toen ik hem hoorde praten, kwam bij mij een ontzettende agressie naar boven. Misselijk werd ik van dit interview. Kom ik hem ooit tegen, dan weet ik nog niet wat ik doe. 6 likes. Voor veel Indo's is Raymond Westerling nog altijd een held. Die de Indo's tijdens de onafhankelijkheidsoorlog zou hebben beschermd tegen revolutionaire Indonesiërs. Een hele grote mythe. Westerling was een sadist die nietsontziende methodes toepaste. Maar als je je decennia niet gezien en gehoord voelt, zelfs vernederd, dan grijp je kennelijk naar het allerergste om aan te krijgen en je tegenstander te raken. Zoals de witte onderklasse in Amerika Trump stemt, zo omarmen oude rechtse Indo's Westerling om de overheid die amper oog heeft voor hun pijn en belangen op de kast te jagen. Dat is meteen een belangrijke vraag bij al die hoognodige gemeenschapsverhalen die we nu vertellen. Zijn ze ook in staat de specifieke gemeenschap te bekritiseren? Of mag die gemeenschap alleen worden gevierd, een keertje niet worden geproblematiseerd? Mag alleen de strijd met de vijandige buitenwereld worden getoond? Of komt er bijvoorbeeld ook een keer een Indische voorstelling die de Indo niet alleen als slachtoffer van de geschiedenis toont, maar ook als collaborateur, als hypocriete ontkenner van zijn eigen inheemse afkomst? Ik heb het over Indo's, maar kan het net zo goed hebben over al die andere groepen. Nazaten van tot slaafgemaakte, queers, Koerden, MeToo-slachtoffers, moslims, Duindorpers, Limburgers, Twentenaren. Is er naast terechte aandacht voor hun slachtofferschap straks ook ruimte voor pijnlijke paradoxen? De vuile was. Verstomde stemmen woorden geven betekent niet alleen bejubelen en eerbied tonen, maar ook ambivalenties benoemen. De menselijke ervaring is nooit eenduidig. We zijn helden en lafbekken tegelijkertijd. We zijn slachtoffers en daders op hetzelfde moment. Vrijheidsstrijders en collaborateurs in één. Een mens is niet zijn identiteit. Een mens is gelukkig zoveel meer. Is dat gegeven niet net zo goed verstomd in deze eenduidige tijden? We zien elkaar te makkelijk alleen nog maar als beeld. Als vertegenwoordiger van een idee. En veel te weinig als een ongrijpbaar individu met talloze tegenstellingen. Ik moest eraan denken bij de mini-rel op theaterkrant over deze staat van het theater. Bepaalde reaguurders konden mij alleen maar zien als vertegenwoordiger van het establishment. Als gezant van de oppermachtige bies. Nieuwe stemmen, please! Dat is het risico van het denken in groepen, identiteiten. Ze zijn soms heel benauwend voor degenen die erin zitten. Vaak uitsluitend voor wie er buiten staan. Reducerend voor haast iedereen. Na de posts op de Indische Facebookgroepen wilde ik zo gauw mogelijk die bekrompen Indische gemeenschap weer ontvluchten. Mijn moeder zou trots op me zijn. Nog een vraag. Creëert het belangrijke streven naar inclusiviteit niet een nieuwe vorm van exclusiviteit? De ene avond bedienen we de Indo's, de andere avond doven en slechthorenden, de derde avond chronische gastslachtoffers. Iedere groep zijn eigen verhaal op zijn eigen moment en niemand die eraan mag komen. Zijn er in deze tijd nog wel universele verhalen te vertellen? Natuurlijk is dat een enigszins besmet concept, want tot voor kort waren universele verhalen vooral witte, mannelijke verhalen. En die valse claim op universalisme is gelukkig ontmaskerd en eindelijk is er ruimte voor gemarginaliseerde perspectieven. Maar als elk perspectief zijn eigen avond krijgt, leidt dit dan niet tot versplintering,
bubbelwaarheden, segregatie. Wat mij betreft is dat de uitdaging voor de komende jaren. Verdrukte perspectieven ruimte bieden, maar ook incorporeren in grotere vertellingen over en voor de hele samenleving. Omdat een gezonde samenleving nou eenmaal niet zonder verbindende verhalen kan. Zonder te vervallen in de louter witte blik of in zoetsappig Benetton-theater. Verhalen creëren waarin al die nieuwe sprekers worden gevierd, maar ook intern en met elkaar mogen clashen. Waarin die zienswijzen zich niet veilig terugtrekken in hun eigen biotoop, maar continu elkaar opzoeken, aftasten, het contact aangaan. En waarin zij niet alleen strijden voor hun gender, geloof of kleur, maar vooral ook het systeem bevragen waarvan wij met z'n allen deel uitmaken. Laten we het op toneel iets vaker hebben over sociale ongelijkheid, over klasse, over eroderende instituties en manipulatieve multinationals, over big tech, big pharma, big agro. Want zoals Romana in Tijd zal ons leren zei, we moeten het kapitalisme repareren. Het kapitalisme is de dark force. Dat is de duivelse praktijk. Dat is de voodoo die we moeten vrezen. Die donderdagochtend kwam ik veel te laat aan bij de repetitie voor Disgraced. De voorstelling die ik met Saman Amini maak, een stuk van de Amerikaans-Pakistaanse schrijver Ayat Akhtar. Een voorstelling waarin een afvallige moslim, zijn woken witte vrouw, haar Joodse curator en zijn zwarte echtgenoot met elkaar het strijdperk betreden. Waarin Akhtar flink de vuile was buiten hangt, wat hem niet in dank is afgenomen. De acteurs vonden het niet erg dat ik te laat was gekomen. Vooral niet toen ik vertelde dat een liedje van een band mij zodanig inspireerde dat ik besloot om voortaan alles anders te doen. Het liedje bood mij een glimp van de opwindende kunst die ons nog te wachten staat. Kunst die over continenten raast, tijdzones splijt, orkanen, walvissen en voorouders doet spreken. Kunst die de wanorde van de wereld beweent, maar niet ophoudt die chaos op sublieme wijze steeds weer te bezweren. Arai chang chang.
Dank je. We moeten nog een keer terugkomen.